Dames en heren, jongens en meisjes, welkom, 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 yes! Mensen, welkom, ik ben hier vandaag met een gloednieuwe video en vandaag is het weer tijd voor een gek op jou, een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering. En zullen denken, Koen, we hebben nu echt wel best wel veel JSR gezien. Hij is er weer, nee, hij is er niet weer. Maar het ding is, ik heb een paar echt leuke video's klaarstaan, als in video's waar gewoon, veel tijd is. Als in deze keer weer video's ook veel tijd, ja, echt veel tijd. Maar ik moet zeggen dat alles weer dicht is gegaan, heeft niet echt geholpen. Is niet ideaal. En het ding is, normaal gesproken zou ik zeggen, nou, misschien dan even een dagje geen video. Maar mensen, we moeten grinden. We moeten die video's pompen. Ik moet de 500.000 abonnees. Dus mensen, ben je al niet geabonneerd? Kijk deze video. Die kans is zeer aanwezig. Want die gek op jouw video's, echt maar 50% geabonneerd. Dus halen echt 400.000, 300.000 views. Er zijn 105.000 mensen niet geabonneerd. Als 7.000 daarvan nu even op het abonneerknopje drukken, dan zijn we op de 500.000. Dat is alles wat ik wil. Dus jullie weten, mensen, ik verdien geen ene cent aan advertenties deze video. Terwijl jullie wel advertenties zien. Die advertenties gaan gewoon naar. Ik heb geen idee naar wie dat geld gaat. Ik heb geen flauw idee. Eén ding is zeker, het gaat niet naar mij. Echt diep triest. Dus daarom heb ik wat leuks. Ho, dames en heren, jongens en meisjes. Nou, eigenlijk met name jongens, niet echt meisjes. Van mijn grote vrienden van Manscaped heb ik een pakket gekregen. Ik zal het even laten zien. Door balls, well, thank you. Hartstikke idee. Mensen, het allerlastigste zijn aan een man is dat je je ballen moet scheren. En dat is, er is niks engers als man zijn dan dat je ballen scheren. Dus hebben zij het perfecte scheerapparaat om je ballen te scheren. Dat is deze. Dus mensen, even iets anders. Als jij nou je ballen scheert op dit moment met hetzelfde als waar jij je baard of snor mee scheert, dat is echt smerig, dus doe dat niet meer. Je moet even twee losse dingen moet je hebben. Ze hebben dus een heel pakket gestuurd. We hebben hier de Refreshing Ball Toner en de bal deodorant. Voor als je ballen stinken, heb je deze. Hartstikke idee. Dit zou het ook wel eens. Dit is voor in het vliegtuig. Nou, niet in het vliegtuig, maar voor als je op reis gaat. Zo'n pakketje van leer. Echt nice. Of het echt leer is. Ja, dat denk ik niet. Maar het is echt nice. Dus zo. En dan zit er dan een schaartje in. Een pincet en een nagelknipper en een nagelvuil. Ook top, ook van mensen. Ik zal een link in de beschrijving staan. Ik heb ook de neushaartrimmer gekregen. Hartstikke idee. En mensen, wil je nou 20% korting en gratis verzending? Gebruik dan de code Koen bij het afrekenen. Er zal een link in de beschrijving staan, dus doe dat zeker. Laten we verder gaan met de video. Oké. Dus geen last meer van pijnlijke ballen. Laten we maar beginnen met een nieuwe gek op jou aflevering. Aflevering 113. Dit is Dixie versus. Ik kan het gewoon niet hebben. Ik trek het gewoon heel slecht, merk ik. Yes! Hatsa, lekker, ja. Ze hebben wat legit in mijn laatste, wat is het, laatste drie video's heb ik vier keer JSR, of is dat niet zo? Oh, nee, laatste drie video's vier keer JSR, nee, dat is sowieso niet waar. Oh, nee, oh, helemaal niet waar. In de vorige video's was het met JSR, daarvoor zaten er twee andere. Yo, what's up, we zijn vandaag in... Zo, JSR is enthousiast, hij is zeer enthousiast vandaag, dat vinden we leuk om te zien. Nou, zeg je de werk. Dixie is een beide handen sportieve dame die van turn... Ik moet zeggen, is dat een Fast Furious shirt? Ik weet niet, maar wel een JSR vetcher en goed spijkerjasje ook. Ja, niet mis mee. Maar de laatste tijd houdt ze maar één account in... Ze is vlogger! Ja, dat klopt. Hij heeft heel veel volgers en hij post superleuke foto's van zichzelf. Ze is verliefd op een influencer. Oh, doe het nou niet. Sjaak! En het is Sjaak! Dixie is 10. Die is 10. Maar omdat Dixie en Sjaak elkaar nog nooit ontmoet hebben in real life en elkaar alleen maar kennen van social media, is verkering vragen geen makkelijke taak. Maar zij hebben elkaar dus nog nooit gezien. Dat is wel vrij problematisch hoor. En wat is dit voor rare bed met een stoel op de bed? Wat is dit voor raar iets? Dat hij drinkt, want hij heeft al heel veel vriendinnetjes gehad. En ik weet dat hij met zijn laatste net uit is gegaan. Dus opschieten. Hold up en daar... Wat een fantastisch monoloog is dit. Nou, oké, duidelijk. Sjaak is een playa en Dixie die wil verkeer met Sjaak. Dixie, doe het nou niet. Sjaak is een playa. Ik heb zelf een Instagram-account en toen kwam ik van een vriendin, kwam ik hem zeg maar tegen op Instagram. En toen ben ik hem gaan volgen. Toen ging hij ook mijn foto's liken. Oh, ze gingen dus allebei wel elkaar liken. Oké, hij weet dus wel wie ze is. Dat is wel positief. Ik dacht van misschien weet ze niet wie hij is, dat was wel lullig geweest. Maar dat wel, dat is goed. Dat is positief. Beschrijf eens even hoe Sjaak hieruit ziet. Nou, hoe ziet Sjaak eruit? Ik ben benieuwd wat ze gaat zeggen. We hebben net gezien, Sjaak. Ik ben benieuwd wat zij gaat zeggen hoe Sjaak eruit ziet. Bruin haar. Hij heeft hetzelfde kapsel als jij. Hetzelfde kapsel als jij, zeg. Dan kan je niet fout gaan. Dat is een stoere vent, hoor. Zo, Sjaak. Een schaal van 0 tot 10. Hoe verliefd ben je? 10. Oh, dus 10 uit 10 verliefd, mensen. Nou, die is echt heel erg verliefd. Je ziet het al. Aangezien het bij jullie nu nog een soort social media liefde is, denk ik dat we een hele toffe nieuwe profielfoto voor jou moeten gaan maken. En ik weet precies wat we daarvoor nodig hebben. We gaan ze een nieuwe profielfoto maken. Goed. Naast jou staat de geweldige fotograaf Anton. Anton! Ik zou wel echt je beste Duitse cruise blik even erin. Cruise. Duitse cruise. Als je nou gewoon je handen zo op je achterhoofd doet. En dat je... Zij is klein? What the fuck? Zij is 1,30 of zo. Hoe hoop je dat die is in het echt? Ja. Nou, gewoon heel aardig, grappig en gewoon... stel nou, hij moet niet alles met mij gaan doen. Hij moet ook gewoon doen wat hij zelf wil. Bijvoorbeeld met zijn vrienden iets gaan doen. Dan hoef je het niet per se mee of zo. Zij praat als iemand die 18 is. Is 10. Maar hij moet gewoon ook zijn eigen leven hebben. Hij moet gewoon kunnen een biertje kunnen drinken met zijn vrienden. Moet gewoon kunnen. Moet gewoon lekker avond met de boys. Beetje FIFA, lekker...
Mijn neus. Het enige wat ons nog rest te doen, is een hele coole rap maken. Ja, ja, de rap. Ik heb een beginnetje gemaakt en daarna heb ik toch echt wat meer inspiratie van jou nodig. Oké. Okay, sinds een paar maanden voel jij als de ware. Het is nog geen real life love, maar meer een digitale. Beide hagenezen in hart en nieren. Wachten op de dag om de liefde te vieren. Nou jongen, echt, dit is een goede rap. Dit is een goede rap, hoor. Dit is een goede rap. Ja, ik heb hier niet eens commentaar op. Dikke mensen, je hebt nu zeker nog geen commentaar, maar omdat jij erbij langs geweest. Nee. Wat zou jij nog meer in de rap willen? Dat ik ken van social media. Dat is een goeie. Ja, dat is een uitstekende. Eens werken al. Hints werken altijd, mensen. Als je het nog niet weet, je vindt iemand leuk. Hints werken altijd. Jij zou zeggen, dus het is zo. Eerst was de liefde via de iPhone. Misschien iets met likes en chats veroverde haar hart. Ja. Dit is niet zomaar iets. Nee, dit is apart. Ja. Zo, yes! Keiharde bars. Kies voor haar, deze chick die wil jou. Samen op een date, joh. Dat klinkt als wauw. Ja. Bars, klinkt als wow. En als het iets met oh, klinkt als wow. Ja. Heel goed. De rap is af. Ja. Maar we moeten er rekening mee houden. Wat nou als hij straks nee zegt? Nee, daar moet je geen rekening mee houden. Hij zegt geen nee. Dat kan niet. Want Sjaak, het maakt het geen donder uit. Sjaak is gewoon blij dat hij een vriendinnetje heeft. Het is net uit, dus hij moet een nieuwe. Want Sjaak is een dikke vette player. Van binnen ben ik dan misschien wel verdrietig. Maar van buiten blijf ik gewoon sterk. wat praat zij? De alle mensen die 10 zijn tegenwoordig zo. Die mensen zijn meer volwassen dan ik. What the heck? Als het goed is... Yes! What? Hij is er nog steeds. Lekker hoor. Niks mis mee. Ik weet niet waarom hij zo'n ding in zijn hand heeft waarmee zo'n ding kan vangen. Weet je wel, je hebt van die tennisballetjes die gooien en dan kan je hem zo vangen met klittenband. Dat heeft hij nu in zijn hand. Niet heel fijn dat hij tegen haar aan zit. Het zit nu allemaal vast aan dat ding. Maar goed. Ik ben op zoek naar Sjaki. Jij? Oké. Sjaki, ik ben hier omdat ik een hele leuke boodschap voor jou heb. Sjaki is ook klein, maar misschien zijn ze gewoon klein want ze 10 zijn. Dat zou kunnen. Omdat ik een hele leuke boodschap voor jou heb. Ken je het programma? Huh, die stilte veel te lang. Dit laat nemen, die stilte is heel lang. Als je die rap luistert, dan weet je wie het is en wat diegene van je wil. Is dat een goeie? Ja. Check. Het is een box inderdaad. Oh. Sinds een paar maanden voel jij als de ware. Het is nog geen real love, maar meer een digitale. Zoals jij verdenkt. Hart en nieren. Ze wacht op de dag om de liefde met je te vieren. Eerst was de liefde via de iPhone. Nu is het real stuff en ben je haar icoon. Icoon. iPhone, icoon. Icoon. We zien hem door de vingers deze keer, maar iPhone, icoon. Yeah. Veroverde haar hart. Dit is niet zomaar iets, Mattie. Dit is iets apart. Nu wil deze dame jou iets... Zit nog steeds te gluren, ja. Face to face, ze wil niet snappen of bellen. Nee. Kies voor haar, want deze chick die wil jou. Samen op een date, joh, dat klinkt als wauw. Blauw. 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 Enig idee van wie deze woorden zouden kunnen zijn? Oh. Cher. Misschien populair, maar ik ken het niet. Oh mijn god, dat is echt gewoon de verkeerde naam. Oh nee. Jij hoopt niet met anders. Mensen, ik kan het niet meer aan. Dit is echt ongelooflijk. Oh mijn god. Oh, hij zegt gewoon Cher. Cher. Misschien populair, maar ik ken het niet, dus dat is te ver. Nee, Ja, je zegt maar ook overal een rap van. Het is ongelooflijk. Ja, lekker hoor. Hoi. Zo, Shaggy. Nee, hè? Want ja, jij noemde een hele andere naam. Ja, dat hoef je niet te zeggen. Dit is lullig voor Dixie. Oh. Dat is? Dixie. Ah, ze weten wel wie het zijn. Ah, jij en Dixie hebben eigenlijk al heel... Zijn is... 8. Een hele leuke social media relatie. Maar je zegt, kijk, misschien het is dan toch wel een beetje een klein levensverschil. Maar je zegt, als je elkaar liked op Instagram, dan heb je geen social media relatie. Ik zeg het even. Maar nou... Oh, Sjaak, ik denk, kut, ik moet weg. Kijk, weet je, het is, ik denk dat hij eigenlijk nee wil zeggen, maar hij is natuurlijk wel een player. Dus misschien zegt hij gewoon ja en wil hij gewoon even kijken. Dus ik denk dat hij... Nee, ik denk toch een nee. Als ik het zo zie, denk ik een nee. Wil je dat ik het namens jou vraag, of wil je het zelf vragen? Jij. Moet ik het vragen? Ja, hallo, Dixie. Ben je het cool aan het doen met ik hou me sterk. Moet je eens even vragen of ik de verkering wil? Lieve Sjaki. Maar ze wil eigenlijk heel graag verkering met je. Oh. Wat is daarop? De muziek bouwt op, hè. Dat is niet de muziek hier onderplak. Het is gewoon de muziek hier. Ja, antwoord. Ja, ik wil wel heel graag vrienden blijven. Maar oh, hij zegt nee! Dat is het excuus eigenlijk, zeg maar. Nou, je hebt het super... Wat zei hij? Maar ik heb al een vriendin. Dat is het excuus eigenlijk. Oh mijn god! Hij heeft gewoon een vriendin, Sjaki. De ultimate player. Waarom zeg ik niet gewoon ja? Want heb je er 2? Oh mijn god, Sjaki. Je heeft al een vriendin. Het is ongelooflijk. Sjaki, what a player. Super goed, netjes en volwassen verwoord.
Dus dank daarvoor. Zij heeft vandaag wel heel erg veel moeite gedaan. Dus geef elkaar nog één vriendschapsknuffel. Oh. Nou, die vriendin wordt boos, denk ik, van Sjaki als dit ziet. Dit is gewoon vreemd gaan natuurlijk. Wij gaan dit even verwerken. Ja. Yes, dankjewel Sjaki. Oké, wat gaan ze drinken? Chocomel? Het is warm, hè? Ik denk iced tea. Ik vind het super dapper dat ze het heeft gedaan. Ik kan niet twee vriendinnen hebben, dus ja. Sjaki, alles kan, hè? Alles kan. Een ijsje, oké. That's life. Soms heb je ja, soms heb je nee. Ja. Maar je zag aan alles, tenminste ja. Dat voelde ik, dat hij je oprecht echt wel een leuk meisje vindt. En weet je wat het voordeel is? Hij is nog jong. Dus het kan ook maar zo zijn dat zijn verkering volgende week weer uit is. Hallo, wat is dit voor vertrouwen? Hij is nog jong, dus het kan zomaar volgende week uit zijn. Wie weet. Mensen, helaas. Een dikke vette nee, dat dacht ik al. Maar hij heeft dus al een vriendin. Ik heb weer genoten. Hoop ik vond je het leuk. Abonneer op mijn kanaal als je het niet hebt gedaan. Doe het hier beneden. 500.000 voor 2021 zou fantastisch zijn. Bedankt voor het kijken en de groeten. Paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. Nog geen.